Wat wordt de naam van de multifunctionele accommodatie, het MFA, in Maasbree? Inwoners van Maasbree zonden mogelijke namen in. Uit ruim 100 inzendingen kwamen het Dorpshoes, het Hecht en het Hoes van Bree naar voren als kanshebbers voor de naam. De Maasbreese bevolking mag nu stemmen op hun favoriet. Dorpshoes, het Hecht en het Hoes van Bree. Het Hoes van Bree vind ik een mooie toepasselijk. Ja, het Hoes van Bree vind ik ook wel, vind ik eigenlijk wel het beste. Ja, einde spreekt me wel aan, het Dorpshoes. Ik geloof het Hecht. Ik zou niet weten wat het beter ging zien hier, maar ik vind dit ja, niet echt pakkende namen. Ook Kalle Herbans is teleurgesteld in de drie voorgestelde namen. Ze starten een petitie om de zoektocht naar een passende naam voor het nieuwe MFA voor te zetten. Ik vind ze vrij teleurstellend. Ik denk niet dat ze de creativiteit van Maasbree weerspiegelen. Ik verwacht ook dat er tussen de 100 inzendingen wel wat, ja, wat creatievers en wat leukers zat. Met de petitie vraagt ze de commissie een blanco stem toe te voegen aan de opties, dan wel een handtekening op de petitie te zien als blanco stem. In eerste instantie ben ik hem gestart om te kijken of mijn mening gedeeld wordt in Maasbree, of mensen het met me eens zijn. Maar ik heb er tegelijkertijd ook gebruik van gemaakt door iedere handtekening die gezet wordt als blanco stem te laten zien, als vierde optie in het stemproces. Ja, ja, wat vindt ze daarvan? Ik heb ook petitie getekend voor blanco te stemmen. Hoe van Bree, Dorpshoes. Ik zou gaan voor het Dorpshoes. Ja, dat is zo'n oud bolk, vind ik. Ik stemde voor Dorpshoes. Maar het Hoes van Bree vond ik eigenlijk ook wel passen. Ja, ik vind ze wel leuk, maar ik vind Dorpshoes toch het leukste. Dus u kiest voor de blanco stem? In principe wel. Want ik heb een heel andere naam in gedachten. Dus wat dan? Ja, Bree Home. Inmiddels hebben ruim 160 mensen de petitie getekend. Hoeveel stemmen er binnen zijn met de stemming van het MFA zelf is niet duidelijk. Tot 26 februari kan de petitie van Carla nog getekend worden. Daarna wil ze de handtekeningen overhandigen aan de stichting MFA Maasbree. Ik zou hem graag willen overhandigen aan de commissie voor de naam of het bestuur. In de hoop dat ze hem ook echt serieus aannemen en er iets mee gaan doen. Wat het dan mag zijn, ja, daar heb ik wel ideeën over en daar ga ik graag over in gesprek. Maar het is wel zo fair om hun ook de kans te bieden om zelf een oplossing te vinden. Het stichtingsbestuur laat weten dat het achter de procedure staat en de stemming niet overgedaan gaat worden. Iedereen heeft volgens de krachttrekkers van het MFA de gelegenheid gehad om zijn of haar stem te laten horen. Dat betekent dat één van de drie namen gekozen gaat worden.